Hoe weet jij nou of dit pand een goede investering is? Of dat het nog schijn bedriegt? Hoe weet je dat nou? Dat gaan we in deze video behandelen vandaag. Ik zeg altijd, om te weten of je nou een pand een goede investering is of niet, heb je altijd twee dingen. Dat is een bar en een nar. En niet een bar waar ik nu aan zit, zeg maar, om drankjes te doen. En een nar, dat is een halve gare clown die dan grapjes loopt te maken. Ja, die is wel grappig. Maar nee. Een bar staat voor bruto aanvangrendement. En een nar staat voor de netto aanvangrendement. Dat is eigenlijk een hele simpele rekensom. Daarmee kun je gewoon kijken van hoeveel rendement levert dit pand mij op vanaf begin bruto gezien. Hè? Dus dat is even voor de belasting en al die shit, zeg maar. Hoeveel levert mij dat op? En daarmee heb je direct een cijfer, weet je gelijk om te vertellen van dit is een interessant pand, laat ik me verder in verdiepen. Of dit warm sowieso niet. Het leek heel interessant, maar is het absoluut niet. Een bruto aanvangrendement, dat is eigenlijk vrij simpel. Hoe doe je de berekening? Je hebt de berekening van hoeveel inkomsten per jaar haal ik eruit, hè, uit dat pand. En dat is vaak een schatting. Maar dan weet je wel, hè, als je een beetje leert kijken naar de marktconforme prijs in die omgeving voor dat type pand, weet je ongeveer, dit is wat ik kan halen voor een pand. Nou, oké. Dus dat is huurinkomsten per jaar. Die schrijf je op. Getalletje, schrijf je dat op. Daarna deel je dat getal door de aankoopprijs. Even zonder kosten kopen. Dus puur aankoopprijs van het pand. En dat kan bijvoorbeeld zijn een pand van, ik noem maar even iets, 150.000 euro. Dan schrijf je 150 eronder. En stel dat je huurinkomsten 750 euro per maand zijn. Uitrekende, even kijken hoeveel is dat? Ik kijk even mijn cameraman aan. Dat is 9.000 euro. Dus 9.000 euro. Als je 9.000 euro deelt door 150.000, kom je op een getal uit. Dat is 0,06. Dat doe je maal 100. Want dan heb je een percentage. Dan komt eruit 6%. Als je een bar hebt van 6%. En ik zeg vaak, 6% is een mooi getal. 5,5 is ook nogal een mooi getal. Alles zijn mooie getallen. Maar 5,5 kun je zeker nog wat de moeite zeggen. Weet je wat? Ik ga nu verder moeite in stappen om het verder uit te rekenen en te analyseren. Die barberekening doe je in een fractie van een paar seconden. Als je een beetje goed rekent. En anders pak je even je rekenmachine erbij. Of je telefoon en de rekenmachine. Dan weet je dus, dus de bar is interessant genoeg om verder te gaan analyseren. Dan ga je de gele berekening doen. Hè? Dan zeg je, zoveel gemeentelijke belasting moet ik betalen. Zoveel zijn de verzekeringen. Zoveel zijn de lasten iedere maand. Dit is hoeveel hypotheken moet ik betalen. Dan heb je een heel lijstje wat je afloopt. En daarna krijg je dan de NAR. Hè? Dus de netto aanvangrendement. Nou, dat is ook een percentage. Maar wat veel interessanter is, wat ik altijd zeg, is de cashflow die uit de NAR komt. Kijk, een NAR kan misschien wel 2% zijn. Ja, dat is niet verkeerd. 2% hou ik over. Dat kan. Maar als het maar 50 euro per maand cashflow netto is wat je overhoudt, dan zou ik zeggen, moet jij zoveel werk doen voor een beetje 50 euro? Sorry. Je snapt het idee. Als de cashflow te laag is, dan kan die NAR wel interessant zijn. Maar als de cashflow te laag is, dan zou ik zeggen, niet doen. En zo weet je in eerste instantie altijd gelijk, is de bar goed? Is de bruto aanvangrendementsberekening interessant, dan is de taak, ga verder rekenen en wellicht ga ook eens een bezichting inplannen. Is de bruto aanvangrendement niet interessant vanaf het begin? Verspil je tijd voor de rest niet. Je kunt wel gaan denken van, Lucas, mijn pand ziet er goed uit en mogelijk is het wel interessant en er zit een goede locatie. Ik snap het allemaal. Ik snap het. Maar het is zonde van je tijd, want als het nu al te duur is, als het nu al niet interessant genoeg is, dan weet je nu al van, je gaat er hoogwaarschijnlijk te veel geld voor betalen voor het pand. En als dat niet de moeite waard is, ga dan ook niet verder je tijd in verspillen. En zo bepalen wij, is het nu al interessant om verder te kijken of niet. Nou, dat is met deze video net zo. Als jij het interessant vindt om verder te kijken, ga dan zeker nog meer video's zoals deze bekijken op mijn kanaal. En abonneer je dan ook zeker. En geef een duimpje als je denkt van, dat is echt serieus waard. Heb je een vraag? Laat me een berichtje of stuur me gewoon een berichtje via de mail. Voor nu, veel plezier, tot de volgende video. Hoi hoi.